welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een adventkalender. Ik ben nog niet klaar. Deze is er nog vandaag en er komen er nog een aantal andere. Ik weet, het is al december, maar whatever, ik ga gewoon door. En deze keer is het de adventkalender van Goodiebox. Ik unbox elke maand een Goodiebox, dus het was niet meer dan logisch dat ik ook de adventkalender voor jullie zou unboxen. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je voor 25 euro een box krijgt ter waarde van minimaal 80 euro met 5 beauty producten. Elke maand unbox ik die altijd hier samen met jullie. En ik dacht, ja, laten we dan ook gewoon de adventkalender erbij knallen. En goed nieuws, ik heb ook een kortingscode voor jullie met de code SARAHMARIEK, mijn voor- en achternaam, krijg je 20 euro eraf. En de box is niet heel goedkoop, dus het is het echt waard. En ik wil ook erbij vertellen, als je aan het einde van de video denkt, oh, ik vind hem echt heel leuk, haal hem dan snel, want ze hebben echt niet veel voorraad. Nou, dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan hem helemaal unboxen. Als je dus niet wilt weten wat erin zit, bekijk dan deze video niet, want hè, ik ga vandaag alles laten zien. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Jongens, jullie beseffen niet hoe leuk ik het vind om kalenders te unboxen. I love it. Wat heb ik op mijn lippen? Sweet Tea lippot loodje van Morphe. Like always. En deze lipgloss van Kylie Cosmetics in de kleur... De High Gloss, Lip Gloss is dit in de kleur Yes Girl. Deze is zo heel mooi goudachtig, vond ik wel mooi staan met deze gouden ooglook. Oké, jongens, dit is dan de box. Zo is hij binnen aangekomen. Het is gewoon heel simpel, makkelijk, wit met oranje. Als je al bent geabonneerd op Goodiebox, dan gaat deze kalender jou 100 euro kosten. Als je niet bent geabonneerd en je wilt hem alsnog, dat kan, maar dan kost hij 110 euro. Dus 10 euro meer. En de waarde van deze box is 485 euro. Dus je maakt echt gewoon 385 euro winst als het goed is. Of ja, winst. Je kunt geen winst noemen. Je bespaart 385 euro. Nou, dat is echt een heleboel. I love it. Hij is wel weer duur, dus ik heb wel hoge verwachtingen, want als je 100 euro betaalt, wil je wel gewoon iets goeds hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Het is sowieso beauty en ik denk vooral skincare. Want dat is ook altijd wat gewoon in de maandelijkse boxen zit. Oké, laten we hem gewoon openmaken. Ik weet niet precies hoe. Ik had hem de hele tijd op zijn kop vast. Oh my goodness. Dit is dan wat erop staat. De Goodiebox kalender 2021. Ik denk dat ik gewoon echt dit oranje ding eraf ga scheuren of zo. Weet ik veel. Moet dit er wel af? Jongens, ik begrijp er echt niks van. Oh, wacht. Ik ga hem er gewoon afknippen, want ik begrijp niks. Ik hoop dat dit er ook gewoon echt af moet. Stel je voor dat ik hem nou helemaal kapot knip en die er niet af moet. 15 minutes later. Oké, dit is hem dan. Hij is gewoon echt helemaal wit. En dan zitten hier denk ik alle boxjes in. Ik heb hem weer verkeerd onvast. Wat is er mis met mij? Ik ben vandaag echt, ik weet niet. Oké, dit zijn alle boxjes. Oeh, die hebben wel een felle kleur. Zo paarsachtig. Oké, kan dit omhoog? Oh, dit kan... Ik wilde echt net gaan klagen over hoe ik deze box er echt heel saai uit vind zien. En dat ik voor 100 euro meer kwaliteit verwacht van een box. Maar je kunt hem zo openmaken. En dan krijg je hier zo'n spiegel. Oké, dit vind ik wel echt heel leuk. Kijk even dit, hoe leuk. Je kunt hem gewoon zo neerzetten. I love it. Dit vind ik wel echt een heel leuk concept. En nou vind ik het wel fijn dat hij helemaal wit is. Want dan past hij gewoon bij heel veel mensen hun interieur. Dit is echt heel leuk. Dit zou ik echt zeker hergebruiken. I love it. Oké, maar goed. We gaan gewoon in met alle boxjes. Oké, ik weet niet of ik hem zo heel tijd ga kunnen vasthouden. Oh, wacht. Misschien kan ik ze er gewoon uithalen. Kan ik ze eruit? Ik kan ze er gewoon uithalen. Oké, dit is dan hoe de lade eruit ziet. Ze zien er echt gewoon allemaal zo uit met zo'n rondje in het midden. En dit is de laatste. Oké, laten we beginnen met vakje nummer 1. We krijgen er volgens mij 24. Ja, 24 boxjes. Ik ga beginnen met nummer 1. Deze is groot. Ik hou altijd van grote boxjes. Laten we kijken. Dit is best wel zwaar. Ik denk iets van een fles. Het pleurt er gewoon heel uit. Oeh, body wash van Human Plus Kind. Ik vind hun body lotions altijd echt amazing. Het ruikt ook echt naar orange. Naar orange, dat is Engels. Het ruikt naar mandarijn. I love it. Dit is dus voor in de douche om je lichaam te wassen. Hier ben ik heel blij mee. Want ik vind het dus zo, zoals ik al zei, hun body lotion al heel fijn. Het is ook vegan. I love it. En ik hou ook gewoon van de geur van mandarijn. Is zo'n lekkere, zoete, tropische geur. Oké, hier ben ik al heel blij mee. En hij is ook echt groot. 250 ml. We gaan verder met nummer 2. Die zit ook hierin. Dat is deze. Deze is wat kleiner. Oeh, deze is zo vierkant en smalachtig.
Oké, hier hebben we een mini-size van The Cure Hyaluronic Drops. Hyaluron is echt super fijn voor hydratatie. Ik heb een droge huid, dus ik vind dat altijd heel erg fijn. Je moet hem opdoen als je je gezicht hebt geclenst, dus schoon hebt gemaakt. En dan, onder je crème. Oké, dit is dus gewoon een serum. Dan in de andere lade hebben we nummer 3. Die is een beetje zo lang en smal. Deze voelt ook wel een beetje zwaar aan. Oeh, wat is dit? Van Algology. Sleeping Mask. Hydra Replenishing Sleeping Mask. Dus een gezichtsmasker die je kunt opdoen als je gaat slapen en dan gewoon de hele nacht oplaat. Oké, ja, inderdaad. Je kunt hem dus gewoon de hele nacht oplaten. Of je doet hem gewoon overdag op, brengt een dikke laag aan en laat het voor een kwartier zitten. Er staat wel op Hydra Replenishing, dus ik denk dat dit ook gewoon weer hydratatie is of whatever. Dan hebben we hier een boxje nummer 4. Ook weer groot, ook weer zwaar. Alles is best wel zwaar. I love it. Iets groots. Van Marie Stella Marie Hand and Body Lotion. Ik heb ook al een keer iets van dit merk gehad in een box. Rose, Cashmere en Leather. Oeh, ik kan de geur er doorheen ruiken. Het ruikt wel lekker. Oké, hier ben ik wel blij mee. Je kunt het dus gebruiken als handcrème of gewoon als body lotion. Ik smeer mij elke dag in na de douche met body lotion. Dus hier kan ik echt niet genoeg van hebben. Jullie hebben gezien in de video waarin ik mijn skincare ging opruimen dat ik een heleboel body lotion heb. Dus echt, I love it. Oké, wat was dit? Nummer 4? Nummer 5. Ik vergeet altijd waar ik ben. In de andere la hebben we hier nummer 5. Ook weer lekker groot. Alle boxjes zijn op zich wel gewoon groot. Dat is wel fijn. Oh, een doekje. Van Raven Selener of zoiets. Exfoliating. Dus dit is zo'n scrubdoek. Je moet hem gebruiken in de douche over je hele lichaam. Als je je lichaam wilt scrubben. Ik heb er al wel zo eentje van Bondi Sands. Maar die is echt best wel ruw. Maar dit valt op zich wel mee eigenlijk. Er staat ook op dat het je lichaam dan heel mooi smooth en glanzend maakt. Ik ga hem gewoon openen. Oeh. Oh, hij is zo heel lang en smal. Oké, dat had ik niet verwacht. Dit voelt echt kwalitatief echt heel goed aan. Het voelt echt aan alsof het echt zo door 100 man met de hand is gemaakt. Weet je wel, helemaal zo luxe. I love it. Deze ga ik wel proberen in de douche. Ik hou altijd wel van een goed scrubje. We gaan verder met nummer 6. Deze is groot, maar hij voelt wel heel licht aan. Misschien een masker of zo. Eye patches van Eva Aya of zoiets. Eye patches, je moet die zo hier onder aanbrengen. En dat maakt het dan weer hier een beetje gehydrateerd en zo. Depuffs, hydrates and reduces fine lines. 100% vegan en 0% parfum. Nou, dat is top. Deze ga ik zeker gebruiken. Dit soort iPads staan altijd zo makkelijk en snel in gebruik. Je doet ze gewoon snel op en je haalt ze er gewoon weer af en het is klaar. Dus ja, hier ben ik wel blij mee. Volgende is nummer 7. Volgens mij zijn we bij nummer 7. I'm not sure. Van deze namen, jongens, echt I can't. Van Seol Clean. Of zoiets. Balancing cleanser. Misschien om je gezicht te cleansen. Ja, refreshing water-based face cleanser. Dit maakt je gezicht schoon als je make-up op hebt en zo. Wat ik dus elke dag heb. Ik ga door face cleanser heen alsof het water is. Ik gebruik altijd superveel. Omdat ik me dus elke dag helemaal zo moet opmaken voor video's en zo. Hier ben ik heel blij mee. Ik vind hem er ook heel mooi uitzien. Heel mooi chic. Heel mooi luxe. Zo'n mooi blauw ombre. Wat me ook opvalt tot nu toe is dat bijna alles full sizes. En in adventkalenders is dat bijna nooit het geval. Dus dat vind ik wel goed. Hier ben ik heel blij mee. Ik hoop ook wel dat we een beetje make-up gaan krijgen. Want tot nu toe is het echt alleen maar skincare. Maar ik moet zeggen dat ik dat al wel gewoon verwachtte eigenlijk. Oké, we gaan verder met nummer 8. Beetje lang en smal. Hemp Foot Peeling Mask. Dit is dus een voetmasker. Gewoon van Mask Me Up. Ook dit merk hebben we heel vaak gehad in de boxen. En het maakt je voeten weer soft en smooth. Dus mooi zacht en egaal. Je moet het een half uurtje oplaten. En dan binnen 8 tot 10 dagen gaat je huid op je voeten helemaal zo eraf pellen en zo. Dit heb ik vaker gebruikt en dit gebeurt echt. Na een aantal dagen, na een week of zo, voelt je voet gewoon aan als een slangenhuid. Het gaat er zo helemaal zo af. Oké, dan gaan we verder met nummer 9. Is het 9 of is het 6? Nee, dit is wel gewoon echt 9. Ik heb de 6 al gehad. Wat zeg ik allemaal? Oké, nou hebben we een mini size van iets. Eye contour van Ter Mars of zoiets. Eye contour, dus dit is gewoon een oogcrème. Ik gebruik nooit oogcrèmes, maar alles wat ik niet gebruik, niet wil of whatever, gaat weg naar iemand anders. Mijn moeder of naar een van jullie of whatever. Dan hebben we hier nummer 10. Laten we kijken wat hierin zit.
eindelijk make-up, jongens. We hebben een mascara van MCO Beauty. Hebben we hier een lengthening mascara. Hier ben ik wel benieuwd naar. Laat ik hem even openmaken. Dit is echt een hele aparte verpakking. Ik ga stuk. En hier staat dan op hoe die eruit ziet. Kijk. En het is ook gewoon de echte grootte. Dus zo ziet hij er ook echt uit. En zo groot is hij ook echt. Ik laat hem zien op de verpakking en niet in het echt. Want ik wil hem niet openmaken. Want ik stroom over van de mascara's. Dus deze ga ik aan iemand anders geven. Next up, nummer 9. Deze is iets kleiner, maar op zich wel zwaar. Oh, nagellak van Emit Cosmetics. Dit is de heftigste nagellak ever. Kijk even dit. Ik ga stuk. Ik vind het wel heel leuk, jongens. Dit is echt ideaal voor de feestdagen met kerst en zo. Super leuk. Ik heb acrylnagels, dus ik gebruik dit niet. Maar ja, ik kan hier zeker wel iemand blij mee maken, denk ik. Hier is nummer 12, ook weer best wel zwaar. Van Mario Badescu heb ik de Witch Hazel en Rose Water Toner. Dit is wel een mini versie, want ik weet hoe groot die van hun normaal zijn. En die zijn echt een stuk groter. Maar goed, dit is dus gewoon een gezichtstoner. Daar ben ik altijd heel blij mee. Dit is echt een heel fijn merk als het gaat om dit soort producten. Dus ik ben heel benieuwd om hem te gaan proberen. Nummer 13 is heel lang, heel smal. Geen idee wat dit moet zijn. Dit had ik niet verwacht. Wel heel leuk. Van Nirei Beauty Sculpted Highlighting Brush. Nummer 122. En dit is dus voor highlighten. Dit is ook echt de ideale grootte voor dat. Kijk, je kunt dan zo makkelijk dat aanbrengen. I like it. Dit is een goede kwast. Nou, tot nu toe jongens, het gaat echt goed. Er zit echt niks bij waarvan ik denk, oh my god, wat is dit? Het is echt slecht. I love it allemaal. Volgende, nummer 14. Oeh, van Evoluderm hebben we een body scrub. Handig om te combineren met deze scrub, handdoek, doek ding. Voor very dry skin, dus voor heel droog huid, dat heb ik. Ik heb een droge huid. Niet heel extreem droog, maar ik heb wel gewoon een droge huid. Dus deze ga ik zeker twee te proberen. Ook dit vind ik een fijn merk. Ook al vaak gehad in de goodieboxen. Next up, nummer 15. Deze voelt een beetje licht aan. Ik denk een mini size van iets. Oeh, ik hoop lipstick. Wat is dit? Is het lipstick? Nee. Van Model Co. Highlighting Shimmer Whip. Dus ik denk iets van een cream highlighter in de kleur champagne. Kijk, dit is een mini size van een liquid highlighter. De kleur is wel in principe perfect voor mijn huidskleur. Maar ik gebruik echt letterlijk nooit liquid highlighter. Dus ja, hier ga ik dan gewoon iemand anders blij mee maken. Maar wel weer leuk dat we iets hebben gekregen van make-up. We gaan verder met nummer 16. Misschien een spons of zo. Dit voelt heel licht aan. Oh nee. Oeh, wat is dit? Een klein zakje van Moshi Moshi Mind. Oh, die heeft altijd hele fijne beauty tools. Ik ben zo benieuwd wat hierin zit. Ik ga stuk om mezelf. Dit zijn volgens mij herbruikbare wattenschijfjes. Kijk, je kunt zo je vingers hierin doen en dan zo je make-up er eventueel mee afhalen of zo. Dat is wel handig. Heel handig voor het milieu. Dan hoef je niet heel de al je wattenschijfjes weg te pleuren. En ook leuk hoe het zo is verpakt in een klein zakje. Heel cute. Next up, nummer 17. Van Lué. Clear Spot Control. Oké. Wow, wat is dit? Zoiets heb ik nog nooit gezien, jongens. Dit moet je dus doen op je puistjes. Als je die hebt, moet je dit er dus zo opdoen voor 30 seconden, een halve minuut. En dan moet het dus minder worden of zo. Nou, zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Maar dit lijkt me op zich wel handig als het ook gewoon echt doet wat erop staat. Dus ideaal voor mensen met een onrustige huid. Volgende is nummer 18. Een van mijn fave getallen, want ik ben op 18 september jarig. Van LMS heb ik de Anti-Aging Anti-Wrinkle Day Cream. Dus dit is ideaal voor de iets oudere vrouwen onder ons. Dit is dus anti-aging, word je minder snel oud, het maakt je rimpels minder, bla bla bla, al die dingen. Dus heel handig misschien dat ik hem aan mijn moeder geef. Next up, nummer 19. E-cooking, I love e-cooking. Jongens, e-cooking is een van de beste skincare merken te koop bij Easy Paris. Niet heel goedkoop, maar I love it. Het zijn dus van die druppels. Je kunt ze mixen met je dagcreme of je body lotion. Ik gebruik ze vaak met mijn dagcreme. Dagcreme voor mijn gezicht. En dan als je in de ochtend wakker wordt, is je gezicht heel mooi bronzy en bruin. Let wel op. Deze fout heb ik gemaakt. Breng niet te veel aan. Ik heb hiervan een keer echt te veel aangebracht en ik werd wakker. En mijn hele gezicht was oranje. Dus gebruik echt maar een heel klein beetje. Dit is ideaal voor iedereen die tint. Want je gezichtstint vervaagt altijd sneller dan je lichaam. Dus als je gewoon je gezicht hiermee bijhoudt. Elke keer insmeert met je dagcreme. Dan blijft je gezicht mooi bruin. Dus I love it. Ik ben zo enthousiast over deze kalender. I cannot. Hier is nummer 21. Laten we kijken. Van Symbiosis of zoiets. Detoxifying Mask. Dit is een gezichtsmasker. Detoxing. Oh, je hoeft hem er ook helemaal niet af te wassen. Oké, dat is dus dit. Volgende nummer 20. Deze is echt groot. Dit is echt de grootste box van allemaal. Hij voelt wel licht aan. Van
sponsjes! Hier ben ik blij mee. I love sponsjes. Die gebruik ik echt altijd om mijn gezichtsmake-up aan te brengen. Van Mana Kadar Beauty 2-piece sponge set. Eén grote en één iets kleinere. Volgende is nummer 22. We zijn bijna klaar. Nog 3 te gaan. Oeh. Eau de Parfum. Een mini versie. Kijk deze verpakking. Dit is echt de meest aparte verpakking ever. Ik vind het wel leuk. Kijk even hoe cute dit eruit ziet. Ik ben heel benieuwd naar hoe die ruikt. Ik ga hem gewoon gelijk proberen. Oh, wacht. Je moet hem draaien. Oh, het is zo'n roller. Oeh. Ruikt heerlijk. Ja, ik vind hem echt lekker ruiken. I love it. En het is Eau de Parfum en niet Eau de Toilette. Dus hij blijft gewoon lekker goed zitten. We krijgen wel echt veel verschillende producten. Maar wel vooral skincare. Nog 2 te gaan. Dit is de 1 na laatste. Een klein, small boxje. Oogschaduw van Sandstone. Kijk, dit is dan de kleur. Volgens mij is die gewoon mat. Ja, het is gewoon een matte kleur. Oké, dit is een hele mooie kleur. Zo voor hier in je arcaarboog. En dan de laatste, jongens. 24. Meestal is de laatste de leukste. Dus dat maakt me enthousiast. Larissa Cosmetics Desert Rose Eyeshadow Quad. Oh nee, poeder. Blush. Dit is blush. Ik had het echt helemaal mis. Blush. Ik hou van blush. Ik doe altijd echt superveel blush op. Jongens, ik kreeg me net een partij hartaanval. Ik dacht dat mijn camera niet aanstond. Ik dacht echt, nee, heb ik gewoon nou alles niet gefilmd? Maar godzijdank was dat niet het geval. Oké, de blush. Dit is dan de blushverpakking. Heel mooi. En het is echt een hele mooie, beetje licht rozige kleur. Dit is echt zo'n kleur die ik zal opdoen. I love it. Hier ben ik super duper blij mee. En dat was het dan. Dit was het laatste product. Oké, jongens. Dit was dan de adventkalender van Goodiebox. Wat vinden we ervan? Ik ben echt super duper enthousiast. Oh my goodness. Dit is echt een leuke kalender. En dat zeg ik niet alleen omdat ik hem heb gehad. Want ik heb zo vaak kalenders gehad die ik niet goed vond. Maar dit was echt oprecht goed. En ik denk dat jullie dat ook wel gaan vinden. Echt heel veel verschillende producten. We hebben tools, skincare, make-up. Wel vooral skincare. Maar ook heel veel grote producten. Ik vind het echt waard. Ik vind het echt de beste kalender tot nu toe. Vond ik die van de Body Shop. Maar ik denk dat ik deze het beste vond. Tot nu toe van alle kalenders die ik heb unboxed, vind ik deze echt het beste. En ik had het echt niet verwacht. Echt, I love it. Qua verpakking, qua inhoud. Echt gewoon amazing. Ik ben heel benieuwd of jullie net zo enthousiast zijn als mij. Let me know beneden in de reacties. En gebruik niet om mijn code te gebruiken, want dan hoef je 20 euro minder te betalen. En dat is een hoop. En zoals altijd hoop ik gewoon weer dat ik jullie heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!